Moet ik nu tellen? Ja. Oké. Okay. Klaar. En laatste. 10. Even kijken hoor. Even onder het kussen. Nee. Ja, nee! Deze. Moet ik nu nog een keer tellen? Ja. Oké. Okay. 10. Nou, ik kom eraan hoor. Even kijken. Ik kom. Zit Jess misschien in de prullenbak? Nee. Zit Jess misschien in de koelkast? Zit Jess in de vaatwasmachine? Nee. Is Jess de krant aan het lezen? Even kijken hoor. Nee, hij is niet de krant aan het lezen. Wil jij nog een koekje, Nettie? Dan haal ik het even uit de voorraadkast. Ja, ik lust wel een koekje. Wil je een koekje? Dan haal ik hem even uit de voorraadkast. Even kijken hoor. Oh, daar ben je! We hebben vandaag gespeeld met de marathon in... Leg je een kleedkamer, zeg. Oh. Oh. Leuk. Oh, wacht even. Oh. Deze bloemen die staan hier al 10 jaar. Die waren ooit geel. Hallo? Champagne, hallo? Ik zal even laten zien hoe voor de rest... Deze bank hebben onder andere Jos Brink, Piet Bambergen en Shirley Bessie gelegen. Oh, Shirley. Goldfinger! Dit theater heeft iets weg van een gevangenis, een ziekenhuis, maar ook een... Godverdomme. Een hotel. Wat vind je het leukste van de productie? Wat ik leuk vind aan deze productie? Vrij. Dat ik vrij mag zingen. Oh, dat je vrij bent. Ja. Hi, Do. Hi. Zijn we aan het doen? Jij bent aan het ontbinden, ik ben gewoon... En wie zit er in de zaal? Pieter Kaandorp. En dat vinden we heel spannend. Ja, daarvoor leven we nu even. Ja, en ik ben hartstikke ziek. Ja. Kan ik even filmen? Wil je het zien? Ah! Ik zoom even in op iemand die baan zit te eten. Is goed, doe dat maar. We waren vorige keer gebleven bij de make-up tutorial. Dames en heren, highlights, lowlights. Nou, niet highlights, lowlights. Wat ik gewoon doe is gewoon met een concealer een beetje gewoon mijn gezicht gewoon een beetje opliften. En dan met een klein beetje poeder, vloeibare make-up, een beetje egaal maken. Dus eigenlijk heb je een soort leeg canvas, Doc. Dit is nu een leeg canvas. Dit is een leeg canvas. Oké. En wat ik dan vervolgens ga doen, is ook een beetje bruin. Maar ja, het is gewoon een beetje, natuurlijk een beetje basis. Dan doe je gewoon een beetje zo, zet je even een beetje zo lekker geluurbeentjes aan. Ja. Met een kwast. Daarmee komt je gezicht meer naar voren. Of, hè? Heel veel relief krijg je dan. Heel veel relief. Dat is een beetje ding. Dus je moet eigenlijk gewoon, als je de features die je naar voren wil brengen. Ik ben een man, dus ik moet een juk brengen en een kaak, moet je een beetje naar voren brengen. Nou, dan doe je dan de onderkant doe je het wat donkerder. En dan heb je alleen, die gebruikt? Nou ja, ik doe dan deze en dan heel veel met je kleur. Dan is een beetje toch een beetje kleur in je gezicht. En dan doe ik gewoon een beetje dit zo. Kijk, dan heb je weer een beetje leven in je gezicht. En dan ga ik mijn wenkbrauwen ook altijd een beetje aanzetten. En een heel klein beetje subtiele mascara. Ja, je gezicht, je ogen, je wenkbrauwen is toch de spiegel van je ziel. Ja. En er is natuurlijk altijd een beetje zo dit. Jamai, weet je wat? Jamai Lohman. Ja. Step Hard Up. En zijn brillen. Ja.
Die deed het bij de Wiz altijd. Die heeft zo geleerd, die heeft ook blauwe ogen. En zei, je moet je wenkbrauwen moet je verven. En Wim zei eigenlijk ook, als je dan... Misschien komen je ogen meer naar voren. Hey, nou, dat mag eigenlijk niet stellen misschien. Maar ja, goed, kijk, 5 mensen aan je volgt, dus bedoel. Jamai Loman verft zijn wimpers en wenkbrauwen. Ja, maar okay. jij hebt hele donkere wenkbrauwen voor jezelf. Voor jou is dat niet nodig. Maar als je dus gewoon blond bent en je hebt op zich wel een beetje donker blond haar. Maar het is een beetje, ik heb zo'n peper- en zoutkleur, weet je. Ik heb wel een keer gezien wat, dat je het van bovenaf moet doen. Ja, in televisie doen ze dat, want dan zie je het niet. Ja, het is theater. Expressie in mijn gezicht. Daar moeten mensen gewoon zo om lachen. Of wat ga je van jezelf doen? We gaan mezelf straks een vrouwtje maken. Een vrouwtje maken? Een vrouwtje maken. Ga je van jezelf een vrouwtje maken? En ga je het dan versneld afspelen met een muziekje dan voor je blog? Vlog. Showbiz, dames en heren. Showbiz gaat alleen maar over groene overschaduw en grijze mutsen. Ik wil er rijden als een ding aan de vlog. Toen hadden we het over groene mutsen. Ik was mijn grijze muts kwijt. Was het de grijze muts toen we het eruit maken? Over grijze mutsen en onderkinnen. Zijn we er bijna? Ja, nee, dat vind ik even. Oh god. Je moet morgen ongeveer zijn. Oh echt, kan je niet even uitstappen? Eindrecht, kan ik gewoon logeren.